ik zou eigenlijk wel wat meer vrije tijd willen hebben. En je begint een leeftijd te bereiken waar dat, denk ik, langs mijn hand wel nuttig en nodig is. Maar dat wil niet zeggen dat ik mijn werk niet met plezier zou doen. Ik heb er nog steeds lol in. Als ik weer moest beginnen, ik nam gewoon weer hetzelfde vak. Dat is behalve mijn vak en mijn beroep, het is ook mijn hobby. En het is het leukste beroep wat er bestaat. Voor mij hadden ze bestemd dat ik maar medicijnen moest gaan studeren. Toen kreeg ik een heel leuk boekje. En dat heette De Filosofen van het Dagelijks Brood. Daar ben ik gaan lezen. En ik dacht bij de eerste verhaal over een zekere meneer Adam Smith, een bekende econoom. Nou, ze zit de wereld in elkaar. En ik denk, nou, wat heb ik nog verder door te lezen? Toen las ik het tweede hoofdstuk van een zekere meneer Ricardo. Ook een bekende econoom. En die beweerde totaal iets anders. Toen denk ik, nou, ik ga het eerste verhaal nog eens even teruglezen. Nou, toen kom ik bij Malthus uit en bij volgende. En die beweerde helemaal wat anders. Dus ik denk, nou ja, daar wil ik meer van weten. Toen ben ik mijn economie gaan studeren.